Zo zijn ze halverwege de laatste bocht in de sweepstakes. En wat zit die Polestar lekker. Vorig jaar won die ook al een sweepstakes. Toen de Merries. En het zou nu wel eens de hengsten kunnen worden. Ze zijn in de laatste rechte lijn. En het is Il Classico Renka die leidt. Als er nog iets komt, dan is het een PD. Of het is Ivano Garisma. Maar ze lopen niet echt in. Il Classico Renka heeft 2 lengte voorsprong. Pols zit in zijn zeteltje. En loopt zo naar huis in de sweepstakes. Het is Il Classico Renka die wint. Ivano Garisma loopt een dijk van een koers voor tweede. Derde plaats is voor de 5. Ian Stardust. Fokker erbij, dames en heren. René Knipscheer. Samen met zijn levenspartner Sandy Zwart. Aan het hoofd van het paard, de man die in de training ook veel doet. En dat is Dennis Minnema. We gaan een mooie foto maken, dames en heren. Frank Kree was ook vandaag aanwezig. Dus een keer niet in een Starfighter, maar vandaag gewoon lekker op de baan. En er wordt uiteraard een krans omgehangen, dames en heren. Een mooie krans voor het winnende paard. Ereprijzen worden overhandigd door Kees Pluimgraaf namens de NDR. En Hans Huibers namens de Fokkersvereniging. En de winnende eigenaar staat in het middelpunt, waar die ook hoort, Peter Delis. Krans gaat om, daar heeft Bas Krebas flink op getraind met die kransen. Gaat uitstekend, beide paarden hebben hem omgekregen. En als dan het fotomomentje achter de rug is, dames en heren. Waarbij meneer Pluimgraaf opvallend op de achtergrond staat. Dat is niks voor meneer Pluimgraaf. Sorry Kees. We gaan even praten, dames en heren, met Ruud Pols. Ruud, draai even bij naar de camera, want de mensen zien jou altijd graag. Ieder jaar een sweepstakes, dat teken je ervoor, denk ik. Ja, nou ja, ik ben er nou al erg groot dat ik er 2 jaar achter elkaar win. Ik bedoel, maar ja, dit is een apart gevalletje, denk ik. Ik kreeg het niet echt makkelijk. Ik moest eerst ook de kop overnemen. Toen kwam Danny en moest ik laten gaan en weer de kop overnemen. Maar ja, de proppen er nog in. Het is een heel bijzonder paard. Konden we echt de vorige keer al zien met die startfout. Maakte die heel veel terrein goed, hè? Ja, toen heb ik hem ook echt niet meer. Ja, ik denk, we moeten de koers toch doen. Dus ik werd er nog 4. Maar ja, dit is een apart beestje, echt waar. We hebben in de studio in Wolvenga een voorzichtige voorspelling gedaan. Ruud Pols wint dit jaar de derby. Wat denkt Ruud Pols zelf? Nou, ik hoop dat je gelijk hebt, maar hij zal in ieder geval goed meedoen, denk ik. Het is een lekker paard. Heeft hij moeite met de afstand, denk je? Geen enkel probleem voor hem. Zijn er überhaupt problemen met dit paard? Helemaal niks? Nee, eigenlijk niet. Dames en heren, ik heb nog nooit zo'n lekkere Ruud Pols gehoord. Geef een applaus, dames en heren, Ruud Pols. En de trainer aan de lijn, dames en heren, die geeft die snel weer af. Want anders moet er straks een rentree op de kaart gaan worden. Bas Krebas. En dan gaan we met de FC Groningen muziek weer, dames en heren. Geef zo meteen een applaus. Bas, gefeliciteerd. Nog heel kort even. En weer een winnaar. Maar deze was in zoverre verwacht. Innovation Love moest geklopt worden. Ja, zeker. En die kwam de bocht niet door. Dat is in ons voordeel. En deze principe is heel gemakkelijk. Heel gemakkelijk. Weet je nou wie de beste is? Deze wint heel imponerend, die andere wint ook heel makkelijk. Als ik eerlijk ben, viel Ian Stades een beetje tegen. Ga ik dichterbij voor. Daar kun ik nog aan werken. Je hebt nog wat tijd. Dankjewel Bas. Bas Krebas, dames en heren. De winnende trainer en de winnende eigenaar. Peter Delis. Peter, 2 klassiekers op 1 dag. Te veel nooit, hè? Nee, dat is heel bijzonder, denk ik. En mede-eigenaar, hè? Mede-eigenaar, ja. Ja, nou, ik kan me nog herinneren dat jij hier een sweepstakes won. En stonden je dochters mee op de foto. Gaan we dat nog een keer mee beleven? Nou, de dochters stonden net ook op de foto voor de sweepstakes. Maar als rijder is die kans niet zo heel erg groot. Maar ik ben erg blij dat wij als mede-eigenaar, dat ik samen met Peter deze koers die gewonnen heb. Een keer van een ander perspectief. Een rentree op de kar, Frank. Willen we graag nog een keer zien wanneer? Nou, het is een heel sporadisch rijke rondje bij Bas. Ik geniet daar heel erg van. Maar of ik echt nog eerder in de koers echt ga rijden, ik sluit nooit dingen uit, Hans, zoals je weet. Maar voorlopig zit het er niet in. Dankjewel. Frank Rebas, dames en heren, mede-eigenaar. Samen met Peter Delis van de geweldige winnaar Il Classico Renka. Start gevallen. Veel PD-kleuren gaan naar voren en 1 deelnemer gaat niet naar voren. Die springt op dit moment weg. Dat is paard van Agen Postumus in cadans. Die raakt op achterstand. Leiding wordt genomen door Jeroen Offringa met Ivano Garisma. De binnenkant wordt wel meegetrokken door een van de PD-paarden. De paarden gaan de bocht zometeen opzoeken, maar Ivano Garisma is er toch als eerste. Ivano Garisma leidt en daarachter zoeken andere paarden dan hun positie. Tweede plaats daarachter is Galoppade daar in de bocht voor Innovation Love. De eerste bocht in Groningen die loopt is een Galoppade. Dat is spijtig. Uitgeschakeld nummer 8, galop nummer 8. En hij laat zich ook niet meer zetten en Innovation Love is eruit. Paard in de rechte lijn overzijde. Leiding in handen van Ivano Garisma. Tweede aan de relingzijde is Ideal Boko. Aan de buitenkant komt nu
ook een PD naar voren. En dat is in dit geval Il Classico Renka. En die neemt de leiding over. Il Classico Renka, de nieuwe leider. Er komt nog een PD aan. Het is 1,5 PD. Er zijn 2 niet-PD's in het veld. En zo gaan de deelnemers op weg naar de volgende bocht. Il Classico Renka leidt. Il Classico Renka, Ivan Ogarisma op plaats 2. Nu krijgt de ene PD een aanval van de andere. En zo gaan ze de volgende bocht in. Leiding wordt daar overgenomen door I Love Champagne en Danny Brouwer. I Love Champagne, de nieuwe leider. Daarachter op plaats 2 is het Il Classico Renka. Daarachter volgt Ivan Ogarisma. Daarachter Ideal Boko. En daarachter volgt André Bakker. Dus een keer niet in de PD-kleuren. Want het is PD wat je in dit moment eigenlijk allemaal ziet. Ignacio ligt op dit moment voorlaatste. En zo gaan de deelnemers de rechte lijn voor de tribune door. We hebben nog 1 ronde te gaan en het tempo is wat naar beneden gegaan. De leiding is in handen, makkelijk in handen van Il Classico Renka. Tweede plek aan de relingzijde, I Love Champagne. Daarachter aan de buitenzijde, Ideal Boko. En zo gaan de deelnemers de volgende bocht opzoeken. Ze liggen nu 1, 2, 3 en 4, de PD-paarden. Want Ian Stardust schuift naar plaats 4. Hij van Ogarisma nu 5e. En 6e is Ignacio. Zo gaan de paarden de rechte bocht door. Leiding in handen van Il Classico Renka. Paard waarmee Ruud Pols dit jaar de derby hoopt te winnen. Hij is de vaste rijder van Il Classico Renka. Heeft een halve lengte voorsprong. De buitenzijde probeert John de Leeuw een beetje druk te zetten. Maar dat blijft bij een beetje met de nummer 5 Ian Stardust. Ian Stardust wordt nu teruggenomen naar de relingzijde. Daarachter I Love Champagne. Die loopt bijna bovenop de rug van John. En daarachter is het Ivan Ogarisma. En die lijkt nog wel wat over te hebben. Paarden gaan de laatste 500 meter nu opzoeken. Leiding in handen van Il Classico Renka. Il Classico Renka. Tweede plaats daarachter is voor Ian Stardust. Daarachter volgt dan I Love Champagne. Daarachter op plaats 4 Ivan Ogarisma en 5 is Ignacio. En Ideal Boko moet lossen. Zo zijn ze halverwege de laatste bocht in de sweepstakes. En wat zit die Pols daar lekker. Vorig jaar won die ook al een sweepstakes. Toen de Merries. En het zou nu wel eens de hengsten kunnen worden. Ze zijn in de laatste rechte lijn. En het is Il Classico Renka die leidt. Als er nog iets komt, dan is het een PD. Of het is Ivan Ogarisma. Maar ze lopen niet echt in. Il Classico Renka heeft 2 lengte voorsprong. Pols zit in zijn zeteltje en loopt zo naar huis in de sweepstakes. Het is Il Classico Renka die wint. Ivan Ogarisma loopt een dijk van een koers voor 2e. 3e plaats is voor de 5. Ian Stardust.